GamerGeeks en welkom bij het GamerGeek Nieuws. Het meest opvallende gaming nieuws voor jou hier op een rijtje gezet. Ik ben Jim en dit waren de headlines van de afgelopen week. De ontwikkelaar LucasArts is gesloten. Disney, de tegenwoordige eigenaar van LucasArts, heeft het besloten omdat zij het risico van interne gameontwikkeling te groot vinden. Zij willen het liefst al hun middelen inzetten voor het maken van de 7e en nieuwste Star Wars film. 150 banen gaan verloren en de games Star Wars 1313 en Star Wars First Assault zijn beide geannuleerd. LucasArts was een ontwikkelaar die naast talloze Star Wars games ook andere bekende series had gemaakt, zoals Grim Fandango, The Secret of Monkey Island en Sam & Max. Dit betekent niet dat er nooit meer Star Wars games gemaakt of uitgegeven zullen worden. Ontwikkelaars kunnen nu namelijk gewoon een licentie aanvragen bij LucasArts. Het kan dus zomaar zijn dat Star Wars 1313 alsnog wordt opgepakt door een ander ontwikkelteam, aangezien veel gamers zich hierop verheugden. Maar heel veel anonieme geruchtenbronnen binnen de industrie melden al dat dit niet gaat gebeuren. Wow, I hope you do give a big thumbs up to me, Mickey! Haha! Er zijn wat details verschenen over de ontwikkeling van Doom 4. Bethesda, de uitgever van alle id Software games, heeft bevestigd dat Doom 4 op dit moment midden in zijn tweede ontwikkelproces is. Er was in 2011 al een speelbare versie van Doom 4, maar deze was kwalitatief gezien niet goed genoeg en dus moest het team helemaal overnieuw beginnen. Het team achter de first-person shooter Rage, ook van id Software, dezelfde ontwikkelaar, zou eerst werken aan Rage 2. Maar na tegenvallende verkoopcijfers is besloten dat dit team zich nu samen gaat voegen met het ontwikkelteam van Doom 4. I don't wanna work on this game! Well, fuck you, bitch! Because nobody wants Rage! Everybody wants Doom! So we can make more money on Doom! Haha! Wanneer Doom 4 eindelijk uitkomt, dat is nog niet bekend. David Hayter, de stemacteur uit de Metal Gear Solid-serie, zal zijn personage Solid Snake en de Big Boss niet vertolken in de aankomende game Metal Gear Solid 5. Volgens David Hayter had Konami, de uitgever van de serie, tegen hem gezegd dat hij niet meer nodig was. De stemacteur is erg teleurgesteld in deze beslissing, zo liet hij via Twitter weten. Don't think the fans will remember you! They don't even know who you are, you fucking prick! Haha! Now we can pay a much cheaper actor to do the voice! And so, if we pay less money for an actor, then we can earn more money on the game! Haha! De volgende game waarin David Hayter te horen zal zijn is Republic, een stealth survival horror game die in september van dit jaar moet uitkomen. Tot zover deze editie van het GamerGeek Nieuws. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Mail ze dan nu door naar redactie@gamergeeks.nl. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en subscribe op ons YouTube kanaal via www.gamergeeks.nl. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het GamerGeek Nieuws.